We kwamen bij de Dorcas in Winsum voor een dichte deur. Dus twee vragen. Waar staat de Dorcas voor en wat is er aan de hand? Dorcas is een organisatie die mensen in het buitenland helpt. We starten een project op met mensen in het buitenland. En dan uiteindelijk moeten ze het zelf over kunnen nemen. En daar wordt geld voor gegenereerd. Met name in voormalige Oostbloklanden. Ja. Nou ja, Oekraïne. Roemenië hebben we Roemenië ook. Ja. Dus dat zijn wel de landen. Maar we gaan nu ook, we zitten in Zuid-Amerika. Ja. Afrika, Azië. Dus. En blijft daar nog wat van aan het strijkstok hangen, zou ik zeggen, van de organisatie? Nou ja, de organisatie, dat is een professionele organisatie. Ook met beroepskrachten uiteraard. Maar dat probeer je zo klein mogelijk te houden. Mm-hmm. Dus die kosten die gaan er vanaf. Wat gebeurt hier in de winkel nu? Nou ja, de winkel wordt nu gereed gemaakt om 6 februari open te kunnen gaan. Okay. We hebben een verdiepingsvloer erin gekregen. 180 vierkante meter extra vloeroppervlak. En dat wordt nu ingericht. In de hele winkel wordt nu weer heringericht. Okay. En daar zijn we nu druk mee bezig. We zitten ongeveer onder de bij de 80 vrijwilligers. Zo, mooi groep. Ja. Ja. Maar die hebben we ook wel nodig. Ja, we hebben nu zoveel ruimte, dus we gaan er nu anders in delen. Dat was gewoon helemaal open, hè? Dat gewoon de hele hoogte werd benut met niks. Met niks? Oh, en okay. Omdat wij gewoon ruimtegebrek hadden, dan ga je kijken wat zijn de mogelijkheden dat wij toch meer winkelruimte krijgen. Zodat je meer spullen in de winkel kunt zetten. En toen is deze verdiepingsvloer er gekomen.